discretion is advised. Oké, daar gaan we dan. Kerbal Space Program. Het zijn al een paar maandjes geleden dat ik dit gespeeld heb. Er zijn wat updates geweest, dus... Ik heb al gezien dat een aantal van mijn bestaande voertuigen niet meer werken. Dus wat doen we dan? Start opnieuw. Naam. Spatie. Ik wil een andere vlag. Heb ik er al een vlag ingezet? Ja, maar dat is de verkeerde vlag. Maakt niet uit, kiezen we gewoon. Kan ons het schelen. Reclame voor een andere vloot. We gaan de sandbox doen. Geen zin om opnieuw te beginnen, want dan zijn we heel bezig science te zoeken eerst. Dus, let's start! Do you want to override it? Override. Daar gaat mijn space station en alles. Oké, we zijn er. Even zien. Hoe werkte dit ook alweer? Scroll doet niks meer. Oké. Laten we eerst maar gewoon een standaard raketje bouwen. Kijken of we de lucht in komen. Hier kan één crew in. Prima. Oké, nou doet dit wel. Natuurlijk, je moet eerst iets plaatsen. Come on, crew. Propulsion. Wat hebben we nodig? Wat is dit? Aha. Dat is nieuw. Ik heb er een paar mods in zitten trouwens. Onder MechJab. Dat is de automatische piloot. Die zal ik voorlopig even niet gebruiken. Oh, hier zit lekker verder in. Dus eerst gewoon eens even de lucht in gaan. Kijken of het weer... Oh, dat is wel een hele grote. Mooi. Leuk. Dikke motor eronder. Even zien. Motor. Ja, was toch goed? Ja, vast wel. Oh, dat is wel een hele kleine. Nah. 650 trust. 1500 trust. 1500. Ja, dat ziet er beter uit. als ik me niet vergis, waren er ook parachutes in het spel. Meestal wel handig als je wilt dat je Kerbals het overleven. Utilities dacht ik. Nee. Zullen we goedkoop gaan? Nee. Wel hele grote parachute. Ook weer zo'n grote. Dat is beter. En dan nog twee aan de zijkant. Kan ons het schelen. Doen. Dat komt wel eens heel komisch uitpakken als we gaan landen. Maar dat zien we dan alweer. We gaan alleen eventjes de lucht in. Dat is alles. Is dat alles? Dat is alles. Even kijken of we nog hulp kunnen zoeken voor de lancering. Juist, jou zoek ik. Nou, zo zou het wel goed zijn. Hier eens even zien. Nou, dit is niet goed. Dit is je stepping staging plan. Nu gaat dus alles tegelijk af. Dus de engines, parachutes en de hele... Dat is niet handig. Deze mogen daarheen. En engine mag daarheen. Zo. Nou, eens kijken of we het nog kunnen. Launch! Lanceren maar. Er zit verder nog niks op. Een hele simpele... Als het goed is gaat hij redelijk snel. Even kijken. Nee, dat is RCS. Ah, SAS on. Wat ik overigens niet aan boord heb. Maar goed. En als het goed is, als ik op spatie druk, schieten we de lucht in. Dus 3, 2, 1, 6. Vooralsnog gaan we omhoog. Dat schijnt standaard te zijn. Omhoog. Wat een mooi uitzicht hier. Kijk toch eens. De planeet is nog niet erg ontwikkeld. Het spel is nog niet helemaal uit. Dit is een beta, geloof ik. Nog steeds. Dus niet alles werkt nog. We zijn aan het oververhitten.
We gaan ook iets te snel. Hoe deed ik het zo te lokken weer naar beneden? Oh zo. 200 meter per seconde is de unieke snelheid. En als je op 10.000 zit, dan is het gravity turn time. En punch it. Maximum power. Kijken, hoekje 45 graden. En als het goed is... Ja... Oeps, ze gaan heel erg snel. Cut engines. Hoe ging dat ook alweer? Zoep. Ja, oké. Okay. We hebben een soort van orbit. We hebben een orbit. Alleen, we gaan zo. En dan zijn we op het hoogste punt. AP. Hoe spreek ik het ook alweer uit? Apophis. En dan donderen we weer naar beneden. Dat is niet de bedoeling. Dus we gaan hier een manoeuvre toevoegen. En dan krijgen we allerlei leuke opties waar je orbit mee kunt aanpassen. Die moeten we hebben, geloof ik. Ja, ja, ja. En daar draait hij. En dit is dan ons laagste punt. 262 kilometer. Nou, dat is wel aardig hoog. En 309. Het is niet een hele nette. Het mooiste is als ze allebei gelijk zijn. En 100 kilometer was voldoende geweest. Maar goed. We gaan deze wel even aanpakken. En dan heb ik deze nodig. En dan moeten we een blauw ding zien te vinden. En die is daar. Dus daar bewegen we naartoe. We draaien dus het schip. Oeps, te ver. Terug. 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 Oké. Hier staat dat de node is in T minus 4 en 10. Dus dat had in over 4 minuten en 9 seconden. 8, 7, 6, bla bla bla. Dan zijn we hier. Want hier zijn we nu. Dan zijn we hier. En dan moeten we dus burning. Burning? Nee, dan moeten we de motor aanzetten. Oh, 15 seconden. Oh, spannend. Valt op zich alweer, maar moet een beetje enthousiast klinken, hè? Goed, 5, 4, 3, 2, 1, burn. En hier staat hoe lang het moet. Oh, ik ben er al. Nee, ik ben er nog niet. Waarom stop ik nou? Aha, de brandstof is op. Natuurlijk. Goed. Dat houdt dus in dat we deze manoeuvre niet kunnen doen en gewoon ergens hier in de oceaan gaan neerstorten. Op zich niet erg, we zijn in de ruimte geweest. Ik heb de basis weer een beetje onder de knieën van de besturing. Een beetje dan. Ik kon de tijd toch versnellen? Even kijken. Ah, cannot change faster than ship is throttled up. It's not throttled up. Nu niet meer in ieder geval. Time warp. Oeh, daar gaan we. Second stage parachutes. Zullen we zomaar uitgooien? Niet te vroeg. Nou, dat was een korte vluchtje bedaaien, maar we zijn de ruimte in geweest. Geen orbit nog. Moeten we ons schip een beetje aanpassen. Het is te veel kracht en te zwaar. Aan het begin. Maar dat gaan we fixen. Hoppakee, re-entering. Woehoe. Uh-oh. Het is jammer dat we aan de avondkant van de planeet naar beneden gaan. Dan kunnen we niet goed zien hoe hoog we zitten. Behalve dan hier. Ik gooi de parachutes maar uit. Als het goed is gaan ze deployen. Dit helpt nog niet echt. Is dat nog een knop? Nee toch? Nee toch? Uh-oh. Vooralsnog donderen we recht naar beneden. We zitten op 3 kilometer hoogte. Voor mij mogen de parachutes wel uit. Of was dat nog niet op deze hoogte? Was dat het? Is er nog geen zuurstof genoeg? Jawel, we zitten wel in deze atmosfeer.
Nou, je hebt de dive vindt het geweldig. Nee, vrije val. Ah, gaan de parachutes op 500 meter, dus oké. Okay. Fijn om te weten. Op naar een zachte landing in het water. Kom op, kom op, kom op, kom op. Nog 40 meter, 30, 20, 10. Oké. Oh, heel apart. Parachutes die drijven naast de raket in één keer. Nou, dat is een geslaagde test, zal ik zeggen eigenlijk. Terug naar het Space Center.